En die heb ik gecombineerd met dit perfect oversized. Heel veel van jullie deze echt geweldig vinden. Hij lijkt er fit. Check Zara, want ze hebben echt wel leuke. Lichtgroene satijnen kleur. Hey allemaal, super leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe extra video. Mijn naam is Merel Cassina en vandaag neem ik jullie mee naar de Zara. Ik ga een What's New in Zara filmen. Ik ga zo meteen naar de winkel toe en ik ben heel erg benieuwd. Ik ben er echt al heel lang niet geweest. Ik ben benieuwd of ze leuke dingen hebben. Ik heb niks nodig, dus ik ga proberen niks te kopen. En het gaat mij lukken. Maar goed, ik ga jullie meenemen. Ik ga proberen ook in de winkel dingen te filmen, maar ik weet niet of dat lukt. Maar sowieso in de paskamer, dus ik ga leuke dingetjes meenemen naar de paskamer. Ik ga jullie laten zien wat er allemaal nieuw is. En ik hoop dat jullie er zin in hebben. Dus doe vast een duimpje. Vergeet niet te abonneren. En laten we heel snel beginnen. Je mag maar 6 items per keer meenemen in de paskamer. Dus we doen het even in etappes. Ik heb het eerste outfitje aan en ze zijn beide te groot. Ik heb dit groene shirtje aan. Deze is in de maat XL, want kleiner hadden ze niet, alleen S. En die heb ik gecombineerd met dit broekrokje. En deze vind ik oprecht wel heel erg leuk. Alleen die is dus ook te groot. Deze heb ik in een maatje L, maar die kan ik dus makkelijk in een emmetje. En het rokje is 30 euro. Alleen je ziet die kleur groen echt niet goed. Die is 30 en deze is 13. Maar ik vind het dus wel een heel leuk setje samen. En het hing ook naast elkaar. Dus ik vind het heel erg leuk. En ik had ook een broek. Deze. Alleen die pas ik niet. Ik had hem in een 38. Maar helaas. Dit shirtje kan ik de code ook van laten zien. En het rokje. Zo. Dus, outfitje 1 geslaagd. Ik heb dit oversized leren jasje eroverheen gedaan en ik ben verliefd. Ik wil deze hele outfit hebben. Ik vind het echt niet eens erg dat het shirtje zo te groot is. Ik vind het eigenlijk juist wel leuk. Rokje alleen wel een maatje kleiner doen. Maar, ik vind het echt heel erg leuk. Oh my god. Dit leren oversized jasje is gewoon echt perfect oversized. Ik heb hem in een maatje L en dit is gewoon echt precies hoe een oversized leerjasje moet zijn. Deze is volgens mij 60 euro. Ik wil dit outfitje. Zwarte laarsjes erbij. En je bent echt klaar voor de lente. Dit is echt een fantastische outfit. Dus even de productcode van het jasje laten zien. Ik wil dit hele outfitje. Ik moet dit hebben. Dit is geweldig. Met zwarte laarsjes zien jullie mij al gaan. Ik zie mezelf wel al gaan namelijk. Ik heb dit in witte blouse en ik denk dat heel veel van jullie deze echt geweldig vinden. Ik vind hem ook geweldig. Ik neem hem alleen niet mee, want ik heb gewoon super veel witte blouses. Maar deze is wel echt heel erg leuk. Dus ben je er nou nog op zoek naar eentje? Go check Zara. Kijken of ik de productcode. Ik heb hem in een maatje medium en hij is 40 euro. Hij is wel echt heel leuk. Hij is lekker oversized. En die details. Ja, jongens, go check it out. Deze vind ik heel leuk. Over het blouseje even deze roze blazer aangedaan. Deze roze blazer heeft zilveren knoop en dit is echt heel erg leuk. Deze kleur is echt fantastisch. Het is een meer aangesloten model. Hou ik persoonlijk niet van. Maar mocht je dat nou wel leuk vinden, hij is echt, ik vind deze zelfs heel erg leuk. Ik weet niet hoe duur die is. Hij is, ik heb hem in een maatje XL aan. Hij is 60 euro. Ja, deze is ook echt leuk. En ook wel leuk met die blouse en dan zo'n leren broek. Hij lijkt er de standaard halter body van de Zara. Die is echt fantastisch. Mocht je die nog niet hebben, try it out. Ze hebben ook deze fantastische blauwe kleur nu. Die kobaltblauwe kleur. En die is ook echt amazing. Ik draag altijd een maatje M. En deze is volgens mij van 13 euro. De code. Check it out. Heel erg leuk. Ik heb lading 2 opgehaald. En ik heb dit broekrokje aan. En dit is ook een maatje L. Maar deze zit daarentegen juist wel weer gewoon perfect. Deze moet juist niet kleiner. En deze groene dus wel. Maar like it. Dit vind ik ook echt lekker voor de zomer. Het is echt dat lime green. En dat is ook helemaal hot. Dat is de kleur zeg maar voor de zomer ook. Dus dit is ook een aanrader. Deze is 26 euro, dat valt wel mee. En dan draag ik een maatje L.
Dus deze is ook leuk. Gewoon leuk om te dragen met een wit t-shirtje. Zou ik die sneakers bij doen. En dan ben je klaar. Ook heel leuk. Ik heb dit jurkje nu aan. En hij schijnt echt door. Zoals je ziet, je ziet hier mijn string zitten. Je ziet hier mijn BH zitten. Maar verder is hij dus wel heel mooi. Ik draag deze in maatje 11 volgens mij. En ze hebben überhaupt hele leuke jurkjes. Dus mocht je nog een leuk jurkje zoeken voor een feestje of zo, check Zara, want ze hebben echt wel leuke. Ja, vind ik ook leuk. Alleen hij schijnt door en dit zit scheef of zo. I don't know. Het zit niet heel lekker. Maatje 11. €40. Ik heb nu deze lichtroze body aan. Maar ook wederom zie je hier van de kleur echt niet goed. Het lijkt echt fel neonroze. Oké, het is ook wel fel neonroze. Maar hij is lichter dan dat jullie zien. Maar deze heeft hier dat, ja, dit effect. Het is een body. Ik heb hem alleen niet vast. Maar hij is wel heel mooi. Ik ga hem niet meenemen, maar ik kinda like it. Als je dit gewoon op een jeans met gaten doet. Maatje M, €18. Dat valt ook echt mee. Ik had hem duurder verwacht. Dit vind ik ook leuk. Misschien vind ik dit toch wel heel leuk. Ik heb een hele mooie top aan. Alleen, hij koffert alleen je BH. Hij is heel kort. En daar vind ik gewoon niet dat ik het figuur voor heb. Maar hij is wel heel mooi. Het is een soort lichtgroene satijnen kleur met van die grote mouwen. Hier zo'n detail. Oh, dit is wel heel mooi. Ja, deze is wel heel mooi, maar dit ga ik niet dragen. Welke maat is het? Een maatje M en hij is €30. Dus als jij dit wel draagt, go get it. En deze is echt heel mooi. Kunnen zien, ben ik weer thuis. Ik vond het echt super leuk en ik dacht niet dat ik wat zou kopen, maar ik heb 3 dingen gekocht. Ik heb het rokje gekocht, wel een maatje L, omdat de M toch niet paste. Het shirtje en het leren jasje. En ik ben er echt heel erg blij mee. Ik vind het echt super leuk voor de zomer en alles. Dus ik hoop dat jullie het ook leuk vinden. Laat me weten wat jullie ervan vonden en wat jouw favoriete item was. Duimpje omhoog, vergeet niet te abonneren. En ik hoop jullie heel snel te zien bij de volgende video.